Hallo Daphne. Hallo allemaal. Vandaag geven we een draakje. Die hebben we gekregen om te testen. Om te testen. En waarvoor gaan we die testen? Voor? Voor de Sint. En de? Voor de Pieter en voor de... En voor de kerstman. Oké, en hoe heet dat draakje, Daphne? Vlam. Torch heet die. Ja, maar zijn naam is Vlam. Zijn naam is Vlam. En waar heeft die gekregen? Deze draakje heeft gekregen van de bedrijf. Van Hasbro. Ja, en nu gaan we die aanzetten. Nou, hoe zet je hem aan, Daphne? Laat maar eens zien aan de onderkant. Als eerste, wat heb je erbij, Daphne? Wat zit erbij? Een marshmallow. En je hebt er ook een dingetje bij om boven in zijn hoofd. En dat moet daarin. Dat moet water in. Een beetje. En nu gaan we deze marshmallow helemaal roosteren. Waar moet je dan voor op drukken? Op de buik. Doe maar een beetje draaien. Doe maar een beetje draaien. Oké, dankjewel. Zie ik. Je dacht dit. En dit is het dingetje. Dan moet je hier zo instoppen. En dan moet je knijpen. Oké, Daphne. Speel maar eens met Torch. Laat maar eens zien wat je er allemaal mee kan. Je kan daar mee. Hij is de marshmallow aan het roosteren. Kijk. Deze draakje. Deze draakje kan allemaal. Als je op een neusje aait. Kan hij dat? En ik kan ook slapen. En snurken. Doet hij snurken? Ja. Doet hij nog meer gekke dingen? Hij kan ook nog doen. Hij kan. Jij kan hem ook nog buiten zetten. Nou, maar dan kan hij niet goed tegen water, denk ik. Maar aaien vindt hij wel fijn, denk ik. Ja. Kun je hem ook laten eten, Daphne? Ja, kijk. Oh, wat lief. Hij is schattig. Oh, dan gaat hij vuur blazen. Ah, hij is wel erg lief. En je kunt zijn pootjes bewegen, zie ik. Ja. En kun je hem anders neerzetten. Ah. Lief, hè? Hij is wel heel schattig, hoor. Wat kan hij allemaal nog meer? En dus hij kan nog meer de vleugeltjes bewegen. Mm-hmm. En de oren kan bewegen. En hij heeft een vlammetje op zijn buik waar je op kan... Oh. Hij liet een boel. Jake, ga maar eens met hem spelen. Wat doe je met hem? Het is marshmallow toaster. Dit. Zo leuk. Ah, wat is hij lief, zeg. Kan je ook knuffelen met hem, Jake? Ja. Ah. Doe maar op zijn neusje aan. Als je dat het vuur moet blazen, moet je op zijn vlammetje op zijn buik drukken. Vlammetje op zijn buik. Baba. Dankjewel voor het kijken voor deze video. We zien jullie nog de volgende keer als we iets anders gaan testen. Ja. Dit is Torch, de draakje van mijn familie. For real friends. For real friends. Ja, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Doei iedereen. Zeg dag. Vond je dag.